Een van de mooiste gedichtjes die ik ooit heb gehoord uit Engeland was een gedichtje van William Wordsworth. En dat heeft mijn zus voorgelezen op de uitvaart van mijn broer, die veel te jong overleed. Zij las dat voor, het was natuurlijk een droevige dag. En door dat gedicht heb ik aan die dag een heel gloedvol, hoopvol, warm gevoel overgehouden. Het is een bijzonder gedichtje wat gaat over een man die een meisje, klein meisje ontmoet en haar vraagt hoeveel zusjes en broertjes ze heeft. Ik ga dat doen samen met Club Klassiek. En zij spelen op de achtergrond Engelse muziek. I met a little cottage girl. She was 8 years old, she said. Her hair was thick with many a curl that clustered round her head. Sisters and brothers, little maid, how many may you be? How many? 7 in all, she said, and wondering looked at me. And where are they, I pray you tell? She answered, 7 are we, and 2 of us at Conway dwell, and 2 are gone to sea. 2 of us in the churchyard lie, my sister and my brother. And in the churchyard cottage I dwell near them with my mother. Well, how many are you then, said I, if they 2 are in heaven? Quick was the little maid's reply, O master, we are 7. But they are dead, those 2 are dead, their spirits are in heaven. 'Twas throwing words away, for still the little maid would have her will, and said, Nay, we are 7.